Ja, kerstkindje. Ja, heel bijzonder. En besef is er nog niet helemaal dat het nu kerst is. Maar dat komt denk ik nog wel. Ja. De kleine Yara is op eigen kracht bijna 2 weken te vroeg geboren. Weegt 2912 gram en is 48 centimeter lang. 6 januari uitgerekend en dan komt het gewoon met kerst. Wie verwacht zoiets? Ze wilde er echt uit. Het was niet meer tegen te houden. Een paar uur oud en dan al op tv. Ze is niet alleen kerstkindje, maar ook nog gelukskind. De vorige keer moest Mariska nog met een keizersnee bevallen. Maar bij Yara was het in een half uurtje gepiept. En nog via de natuurlijke weg ook. Het is wel heel spannend om te kijken hoe dat dan weer allemaal verloopt. Je weet niet hoe het voelt. Hoe is dit voor jullie als verpleegkundige om zo'n kerstkindje ter wereld te brengen? Ja, geweldig. Ja, super. Het is voor mij het voor het eerst dat ik met kerst werk. Dat gebeurt eigenlijk nog nooit. Dit is heel bijzonder en dat het dan ook nog met kerst mag gebeuren. Ja. Ja. En de navelstreng doorgeknipt. En de navelstreng doorgeknipt, ja. Ik heb het wonderbaarlijk ook volgehouden. Het is niet mijn sterkste punt. Ik ben erbij gebleven in plaats van omgevallen. Het gezinsgeluk is compleet als ook de 2-jarige Fenna haar zusje voor het eerst een kusje mag geven. Oh, dat is lief. Ja, heel bijzonder en eigenlijk heel fijn dat het zo spontaan is gekomen. En kerstkind of niet? Even later ligt het als een engeltje te slapen.